En de Stichting ter Bevordering van Borstvoeding in Suriname, STIBOSU, en het Ministerie van Volksgezondheid hebben vandaag het startsein gegeven voor de Internationale Borstvoedingsweek 2019. Het thema is Empower Parents, Enable Breastfeeding. De start is gehouden op het hoofdkantoor van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst. Verschillende organisaties, zoals de UNICEF, de PAHO en andere gezondheidsinstellingen, waren aanwezig. Waarnemend RGD-directeur Sabita Gopal is trots dat haar gezondheidsinstelling de plechtigheid in verband met het startsein van de Borstvoedingsweek mocht huisvesten. En Gopal geeft aan dat de plek die borstvoeding binnen het zoogproces sedert het bestaan van de mens bezat, wereldwijd wordt bedreigd door het gebruik van formula babyvoeding. Een direct gevolg hiervan zijn de duizenden babysterften die zich jaarlijks voordoen vanwege de verkeerde manier van voeding. Door het in minder mate of helemaal niet toedienen van borstvoeding, missen onze baby's de beschermende werking die borstvoeding ze biedt met mogelijke noodlottige symptomen als diarree, maag-darminfecties, uitdroging en ondervoeding. Onze kleintjes verdienen beter, vooral als we onderkennen datgene wat de wetenschappers herontdekt hebben en wat onze voorouders wisten. Borstvoeding is de natuurlijke en perfecte voeding voor pasgeborenen. Het doet ons dan natuurlijk goed dat de WHO en UNICEF met behulp van andere internationale organisaties, deskundigen op het gebied van gezondheidszorg en politieke leiders het initiatief hebben genomen om dit sterk onder de aandacht van de wereld te brengen. Het is tijd om stappen te ondernemen, borstvoeding weer die plaats te geven die het vroeger had. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid gaf in zijn openingsspeech aan dat borstvoeding vanzelfsprekend moet zijn. De bewindsman zegt dat zijn kinderen formula babyvoeding hebben gedronken, doordat een oudere vrouw hem hierover op aansprak. Dat op pura pijn van borst in Afghanistan. En dat werkelijk, ik mag u vertellen, daarna gaf mijn vrouw uitsluitend borstvoeding. Ik dacht, hip hip hoera, een dochter. Dus ik had heel wat blikken borstvoeding. En ik heb ze moeten weggeven. Misschien had ik ze moeten vernietigen. Maar goed, in elk geval, daarna is mijn dochter heel goed en gezond opgevoed. Maar ik kreeg ook 2 zonen. En dat was echt vanaf de eerste dag tot ik dacht een aantal maanden, ik kan u niet zeggen of het precies 6 maanden waren, of iets meer of iets minder, maar in elk geval, totdat baby echt kon lopen, hebben we borstvoeding gegeven. In elk geval, laten de mensen, laten niet alleen de moeders, maar ook, zoals de UNICEF vertegenwoordiger zegt, ook de vaders meewerken dat borstvoeding gestimuleerd wordt. Antoine Elias, minister van Volksgezondheid. Hij sprak vanmorgen tijdens de start van Wereld Borstvoedingsweek 2019. Het thema van de week is Empower Parents, Enable Breastfeeding.